Roland Duchatelet is de rijkste Limburger. Dat blijkt uit de lancering van de nieuwe website derijkstebelgen.be. Duchatelet is de op 11 na rijkste Belg. Opvallend is dat de meeste namen in de top 500 Vlamingen en dan nog vooral West-Vlamingen zijn. Er staan 5 Limburgers in de Belgische top 100. De Belgische families achter 's werelds grootste brouwer AB InBev zijn de rijkste van het land. Dat blijkt uit een nieuwe rijke lijst die vandaag werd voorgesteld. Standaardvoorzitter Roland Duchatelet is de rijkste Limburger. Hij komt op de 12e plaats, net na een andere voorzitter in het voetbal, Mark Koeken. Urbain van Deurze is de tweede rijkste Limburger op een voor ons land 46e plaats. Hij cashte met de verkoop van zijn bedrijf LMS International. De familie achter de logistieke groep H. Essers komt op de 3e plaats, gevolgd door een andere bekende Limburgse familie, die van Jean-Baptiste Klaas, bekend van de kledingwinkels van JBC. Ondernemer en gewezen voorzitter van Racing Genk, Jos Vaze, is op plaats 97 de laatste Limburger in de Belgische top 100.